zijn vandaag in Utrecht. Op de Prinses Margriet School. En we zijn op zoek naar groep 8. Groep 8, ja. Dit het? Ja. Huh? Hebben ze misschien verstopt? Misschien toch zoeken een hele school, kom. Dit kan toch niet? Hier? Huh? Toilet. Kunnen jullie het echt helemaal kwijt? Ik ben het kwijt. Ik heb echt niks gevonden. Wat is dat dan? Dan hoor jij wat? Huh? Nee. Hallo. Hallo. Wat is dit nou? We dachten we leggen het selectiespel al klaar. Nou, wat aardig. De vloervreters. Het spel, wat doen we zo? Attentie, dit spel speel je met z'n tweeën. De een ligt op een karretje, de ander duwt diegene vooruit. Verzamel zoveel mogelijk ballen in de mand en breng die terug naar start. De twee duo's met de meeste ballen gaan mee naar de battle. Mannen, we zijn met z'n achten. Er vallen er 4 af, dus 50% kans dat je doorgaat. 3, 2, 1, go! Het eerste team is Dilano en Luciano. Ja, die voor jou en die is voor jou. Hier staat Darif en Damien. Ja, toch? Heel goed. Ik ben Damien en ik zit op taekwondo. Ik ben Darif en ik zit op voetbal. Ik ben Dilano en ik hou van voetbal. Ik ben Luciano en ik hou van voetbal. Dan zijn dit mijn 4 mannen. Meiden, zijn we er klaar voor? Ja! 3, 2, 1, start! Oké, okay, ze zijn begonnen. Oh, die heeft een hartstikke mee. Ja, volle man! Wow, weer een volle man. 3, 2, 1, start! Oké, meiden, jullie willen natuurlijk heel graag weten wie er vandaag mee mogen. Het was super, super close. Het eerste team wat mee mag vandaag na de battle zijn Nele en Joan. Gefeliciteerd! Dan hebben we natuurlijk nog een team wat meegaat. En daar heb ik iets heel leuks over te vertellen. Die hadden namelijk de meeste balletjes van de hele dag. Meer dan de jongens. En dat zijn Dunja en Romaisa. Zo, goed gedaan. Team. Jullie hebben vandaag al 1 keer gewonnen. Nu moeten we nog even de jongens verslaan. Hè? Gaan we dat doen? Ja! Dat vind ik ook. Ik ben Nele en ik zit op voetbal. Ik ben Joan en ik zit op voetbal. Ik ben Romeisa en ik zit op voetbal. Ik ben Dunja en ik zit op voetbal. En dit zijn ze dan, mijn 4 meiden! Yeah! Yeah! Nou, ben ik benieuwd wat we gaan doen. Ja, wij doen vandaag de battle Bossa Ball! Yeah! Yeah! Leuk zeg! Om bossa ball te spelen, je een superman moet zijn, of een supervrouw natuurlijk. Het is namelijk een mix van wel 3 sporten. Voetbal, volleybal en turnen. Bossa ball dus. Nee, dit is een bossa ball. Ik bedoel bossa ball. En dat speel je op luchtkussens met trampolines en een net. 2 teams spelen tegen elkaar. En het doel is om de bal op de grond bij de tegenstander te krijgen. Het liefst met coole moves. Het is ooit bedacht in Brazilië door een Belg toen hij daar capoeira zag. Een dans en vechtkunst. Nederland werd al 2 keer wereldkampioen bossabal. Daar neem ik een bossabal op.
zijn de jongens die vanmorgen gewonnen hebben. Wat is dat precies? Basketbal? Basketbal is een combinatiesport. Oh, okay. Waarbij je dus gebruik maakt van volleybal. Volleybal, turnen en voetbal. Voetbal? Voetbal? Wij zitten natuurlijk. Oh, zitten jullie op voetbal? Oh, oh, dan gaan wij natuurlijk winnen, toch? Ja. Ja. Het is eigenlijk gewoon een volleybalpartij. Maar dan moet je ook proberen te gaan voetballen. Zij kunnen heel goed voetballen, heb ik gehoord. En wanneer heb je bij basketbal een punt? Als de bal bij de tegenstander op het veld valt, hier op de blauwe rand komt, dan kan je doorspelen. Dan is het geen punt. Oké, dan wel. Ja. Oké, de warming-up, laten we daarmee beginnen. Wat gaan we doen? We gaan straks om het veld heen rennen. Ik ga tellen, 1 tot en met 4. Bij 1 spring je in de lucht, bij 2 ga je zitten op je billen, bij 3 ga je op je knieën, bij 4 ga je de andere kant op rennen. 2! Waar is Ron? Kant op, andere kant op. Kant op. Oh. Ja. Ah, kom op man, een beetje sportief. 4, andere kant op. Oké, stop maar. De volleybaltechniek, je hebt ook een bovenhandse techniek. Dat is net wat makkelijker. Je maakt boven je hoofd maak je een driehoekje. En als de bal komt, dan kom je bijna tot aan je neus ongeveer. En dan speel je hem weer verder. Gaat supergoed. Volgens mij hebben ze de volleybaltechnieken best goed onder controle. Ja, het lukt wel. Gaat goed. Lukt. We hebben alleen bovenhands gehad nu. Dus we moeten nog onderhands. De fout die heel vaak wordt gemaakt is dat de handen zo worden gehouden. De bal komt dan op je duimen. Dus handen op elkaar en duimen naar binnen. En je draait hem een beetje dat je zo terechtkomt, ja. Goed zo! Goeie skills. Waarom ben je zenuwachtig? Het gaat echt goed. Je moet je niet nerveus maken. Komt allemaal goed. Ik heb geloof in jou, maar je hoeft je niet te bewijzen. Ontspan. Ik heb echt hele goede dingen voorbij zien komen, jij? Ja, ik ook. Jullie ook? Oh, nee. Jullie vallen nu allemaal af. Ja. Heb jij op volleybal gezeten? Nee, ik doe het wel elke dag bijna captain. Bij voetbal, je kan eigenlijk de hele tijd ook je voeten gebruiken. Waar je handen wat moet gebruiken. Hier? Je zit al een hele tijd. Ik voel me af, gaat het wel goed? Zijn jullie een theekransje bezig? Nee, wij zijn aan het weten wat we moeten doen. Nee, jullie zijn moe en jullie gaan zitten. Nee. Zullen we gaan oefenen? Ja, gooi de bal en zij paast. Goed zo. Ik kan een salto. Oh, ik wil er eentje zien. Kom, we gaan even kijken. Woe, de barami. Nog zo'n barami. Woehoe. Goed, dit ging vrij goed. Gaat het niet goed met voetbal? Ja, heel goed. Wie zit er van jullie op voetbal? Allemaal. Hop, nee, echt niet alleen wij. Vingers omhoog. Ik denk dat ik ga winnen vandaag. Denk het ook. Heel veel succes. En nou move. Kijk, let op. Wow! Het is bijna beter met koppen dan met schoppen. Vanaf onder probeer je hem zo op te slaan. Goed zo. Mooie bal. Juist, dat is goed. Luciano, hoe gaat het met jou? Beter, hè? Beter, hè? Je slaat ballen eroverheen. Ik weet hoe krijgt hij ze voor elkaar? Iedereen vindt je fantastisch. Iedereen vindt dat je het goed doet. Heb je er vertrouwen in dat het gaat lukken vandaag? Ja, het gaat zeker lukken. Ze kunnen volleyballen, ze kunnen ook voetballen. Hebben we er vertrouwen in? Ja. En dan nu de quizvraag van deze week. Heb je een goede vraag? Hoe vaak is het Nederlands bosserbalteam wereldkampioen geworden? Als je dat thuis denkt te weten, ga naar het onderstaande adres. En wie weet win je wel deze prachtige Sepp Sporttas met lampje. Toegekomen aan die grote finale. Hoe gaan we die spelen? We gaan zometeen 1 bosbalpartijtje spelen tot de 10. En je scoort een punt als de bal op de grijze rand komt of in de trampoline. Bij het echte bosbal speel je rallies in 1 keer, dat je de bal niet hoeft te vangen. Maar vandaag maken we even een uitzondering. En mag je de bal gewoon vangen? Nou, dat is voor mij heel duidelijk. Publiek, zin in!
Meiden, zijn we er klaar voor? Ja! Mannen! Ja! We gaan denk ik gewoon voor de punten. Je kan dus best wel veel punten scoren met de service. Probeer dan wel een bal met je voet te serveren. Duidelijk, jongens? Ja! Oké, okay, tactiek. Hoe gaan we dit aanpakken? Heel overspelen en ja. Punten maken. We hoeven maar 10 punten halen. Als we die gewoon halen, dan hebben we gewonnen. Ja? Ja? Oké, okay, meiden, op het veld. Ja, goed zo! Ja, en probeer er ook in te spelen. Mama! Zo! Ja! Goed zo! Nee, Nele! Nele, kom op! Nele, ja. Goed kijken! Ja! Ja, lekker! Dat is prima, dat is prima. Ja! Nele, kom op! Nele, doe! Nee. Kom maar. Ja, oh. Lekker. Wow. Jo, kom op. Als goed je kijken. Ja, mooi. Goed zo. Ja. Hoi. Hey. Lekker. Nele, kom op. Nele, kom Nele, op. Heel Nele. Goed doet. Mooi. Oh. Je voet, probeer maar. Nee, laat gaan. Top. Kan dat. Goed zo. Ja. Ja. Beetje voor ons. Safe gaan spelen. Dus probeer alleen als je zeker weet die bal over het net heen te slaan. Ik zou het zo vet vinden als we vandaag goud zouden winnen. Ja, ik ook. Oh, jullie hebben het nu al zo goed gedaan, hè? Oké, okay, kom op, succes, succes. Kom op. Kijken, ja, ja, goed zo. Doe je? Ja, ja, lekker. Ja, punt voor mannen. Nee, kom op. En vangen, vangen. Nee. Ja! Ja, mooi, heel mooi. Wat doe je? Hoe lekker? Doe je hier, doe je? Ga naar voren. Ja. Oh, goeie hoor. Heel goed, maar weer. Nee, dat nee. Maakt niet uit. Laat niet open. Mooi. Bedankt voor het kijken. En volgende week weer een nieuwe battle. Dus tot volgende week. Doei!